Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Ik denk dat Larissa en ik nog nooit zo ontzettend enthousiast zijn geweest over een unboxing. Want ja, we hebben namelijk een pakket binnengekregen. En ik zal je eerst eventjes uitleggen wat erin zit. En dat zijn namelijk producten van de collectie van Jeffree Star met Shane Dawson. En ik weet niet of je de series hebt gevolgd of dat je überhaupt Shane Dawson en Jeffree Star kent. Ja. Jeffree Star kennen wij nog van MySpace van vroeger. Mm-hmm. En die heeft gewoon een hele mooie grote beauty brand. En Shane Dawson, ja, die kennen we ook al echt vanaf 2008, 2010. Ik denk dat we al naar zijn video's keken toen wij nog niet echt waren begonnen met video's, toch? Ik denk dat het was de eerste YouTuber die ik eigenlijk ben gaan volgen. Ik vond hem ook best wel leuk eigenlijk vroeger. Het was een beetje emo. Oh, echt? Ja, ik vond hem ook cute. Maar zij hebben dus een collab gedaan en die hele samenwerking en eigenlijk gewoon hoe de make-up en alles tot stand is gekomen. De hele business side ook. Gewoon heel tof. Gewoon überhaupt tof om te zien, vond ik. Dus dat zorgde er voor mij voor dat ik echt extra ja, want excited elke was. Elke keer als er een aflevering kwam, was het ook, er is weer een nieuwe aflevering online. Ja. Ik ga kijken en ik heb hem serieus van de eerste minuut tot aan de allerlaatste minuut ook gewoon gekeken. En die afleveringen zijn gewoon elke een uur geweest. Ja. Dus ja, we zijn wel echt een beetje fangirl. Dus we zijn ook echt super, super, super excited. Dat kan ik echt niet wachten. De collectie is op 1 november dus gelanceerd. Ik heb serieus een wekker gezet. We hebben allebei 3 uur lang in de wachtrij en alles gestaan. De hele site was gecrashed. En nu is het dus woensdag 6 november. Nu is het al binnen. En we hebben het besteld via Beauty Bay. Zullen we maar gewoon gaan we doen? Ja. Exciting. Ik ben ook gewoon vooral benieuwd hoe het allemaal eruit is. Hoe het eruit ziet en hoe de verpakking is en zo. Ja, hoe het in het echt is. Oh, we hebben trouwens naast van deze collectie ook nog een paar andere dingetjes besteld. Ja. Van Jeffree Star Cosmetics. Oeh. Even kijken. Allereerst. We hebben gekozen voor natuurlijk het Conspiracy Palette. Ja, dus dat is het grote palet. Ja, je had ook nog de Mini Controversy Palette. Ja. Maar we dachten, wij maken toch even de keuze. En in de Mini zitten vooral best wel wat blauwe kleuren. Mm-hmm. En hier dus deze sprak me wat meer ja, aan. Ja, nog meer kleuren ook in. Er zaten ook heel veel mooie, wat meer natuurlijke kleuren in. Yes. Oeh. Oh, nog even. Deze. Ja. Sorry. Dit is van Jeffree's normale of eigen collectie eigenlijk. Dus hier hebben wij concealers en poeders. En dan hier als laatste nog een product waarvan dit waarschijnlijk de spiegel is. Ja. Dus die zal deze doos moet je ook gaan bewaren. Nou ja, dit is echt helemaal zo customized. Zoals jullie zien, ik draag mijn bril, want ik kan mijn lenzen de komende tijd eventjes niet in. Dus ik dacht, ik heb een spiegel nodig om mezelf van dichtbij te kunnen bekijken. Goeie reden. Ja, was wel een beetje een smoes. Oeh, wow. Kijk uit. Ja. Oh, hij is veel groter dan ik dacht. Ja. Kijk nou, dit is toch leuk. Ik vond hem heel leuk deze. En hij is dus in het zwart. Hij is echt lekker groot. Ah, hij houdt ook wel goed lekker vast. Oké, laten we verder gaan. Oké, dan gaan we nu de Conspiracy Palette openen. Wat ik wel echt heel mooi vind, dat je eerst nog dit soort van jasje eromheen hebt. Ja, dat er nog een extra doos omheen zit überhaupt. Oeh. Weet je dat dit trouwens ook meteen het eerste Jeffree Star make-up product is? Die ja, ik heb ook nog nooit geprobeerd. Nee, maar toen ik wist dat Shane Dawson een palet ging maken, zeg maar. Toen had ik al in mijn hoofd van, ik koop hem toch wel. Maakt niet uit of het allemaal neonkleuren zijn of dat ik het helemaal niks vind, want ja, ik wilde gewoon heel graag. Hij heeft hier van die clipjes in gunmetal. Komt-ie. Oeh. En heel leuk, hè? Ik vind het zo tof. En dat had ik niet eens door dat hij dat eerst ook bij zijn make-up deed. Maar dat er dus allemaal stempeltjes in de oogschaduwpaletjes zitten die allemaal anders zijn. Ja. Dat had ik echt totaal niet door. En het is een hele mooie mix tussen matte oogschaduws en hele mooie shimmers. Just a Theory is wel echt een kleur voor mij. Nou, ik vind het wel heel leuk. En die spiegel in het midden zit dus een hele grote spiegel in. Die vind ik ook wel echt heel mooi. Het voelt zeg maar best wel gewoon zwaar en solide aan, weet je? Vind je niet? Het is sowieso het grootste palet die ik heb. Ik heb alleen maar van die kleine platte gewoon doosjes. Voelt lekker in de hand aan. Wij hebben heel veel zin om hiermee te spelen. Dat gaan we uiteraard ook straks doen. Maar laten we eventjes de rest gaan unboxen. Nou, hier de Magic Concealers. Oh, is het ik vast? Ik krijg hem niet, ja. Yo, deze is wel echt heel erg mooi, hoor. Echt een soort van toverstafje. Ik wacht wel even op jou. Ik ben echt aan het struggelen, man. Jongen, dat duurt lang. Hoezo kan ik dit niet? Ja. Oeh, ja, het is inderdaad groter. Hij is groot, hè? Zal ik nu eens deze ook openen? Oeh. Dit is de poeder.
Dus dit is dan ook nog de poeder die we erbij gebruiken. Ik gebruik altijd poeder, dus ik ben heel erg benieuwd of deze goed is. Nou, dus wij hebben heel veel zin om hiermee iets te gaan doen. We hebben heel veel zin om dit allemaal uit te proberen. Nou, we zijn even gaan zitten hier aan tafel, want we kunnen niet wachten om de producten te gaan proberen. En ik wil nog eventjes zeggen, jullie weten het ook natuurlijk wel, maar wij zijn geen beauty gurus, geen beauty experts, maar we gaan wel gewoon onze bevindingen nu even met jullie delen, live op de camera. Dat vinden we gewoon heel erg leuk om met jullie te doen. Dus ja, verwacht niet helemaal een step-by-step tutorial of iets dergelijks. We beginnen eventjes met de concealers. Want wij hebben op dit moment wel een beetje foundation op. Ik heb wel een beetje een sheer foundation op gedaan. Maar nog geen poeder, geen concealer. Dus ben heel erg benieuwd. Heb ik de goede kleur in mijn hand? Ja. C15 heb ik. En ik heb C14. Dus die is ietsje lichter. Je ziet wel echt een duidelijk verschil tussen de twee, vind ik. Ja. Wat we net al wel hadden gezien is dat de tip van deze concealer, dat lijkt een beetje op een lipgloss applicator. Ja, en er zit een soort van gaatje in het midden. Ja, dus daarmee zou er waarschijnlijk extra veel van het kwastje afkomen. Oh ja, trouwens eventjes voor de duidelijkheid. De concealers zijn niet nieuw in de collectie. Nee. Maar wij hebben ze nog nooit eerder geprobeerd. Dus voor ons is het zeg maar wel nieuw. Nieuw. Ik moet zeggen dat ik nu al een beetje twijfel over de kleur. Of die toch niet te donker is. Oh ja. Want we zaten een beetje te twijfelen welke kleur ga ik nemen. Dus ik zat eigenlijk te denken om beide kleuren te nemen. Maar ik dacht, ik test gewoon even een kleur en dan, aangezien Larissa de lichtere versie heeft, kan ik die altijd nog bijbestellen. Maar ja, hij lijkt nu toch al wat te donker voor onder mijn oog. Ik denk dat dit wel een goede match is. Een goede kleur. En de dekking ziet er echt super goed uit. Klaar. Zijn we wel gecoverd? Hebben we het wel gecoverd? Hey. Ja, die was lekker. Nou, onze eerste indruk van de Jeffree Star concealers. Ten eerste, de verpakking. Verpakking zo mooi. Dikke, vette duim omhoog. En ja, hij is gewoon wat groter, wat luxer lijkt hij echt, vind ik ook in het echt. Ja, vind ik ook. Ik heb hem dus onder mijn ogen aangebracht. Het valt wel mee met dat hij creased of iets dergelijks. Het ziet er nu wel goed uit. Ik moet altijd meteen afpoederen. Ja, dus daar hebben we gelukkig natuurlijk deze poeders zo meteen voor. Maar voor de rest, qua coverage, vind ik het heel erg goed. En ik heb hier ook wat littekentjes een beetje weggehaald. En dat voel ik ook nog best wel prima, terwijl het altijd heel lastig gaat. Ja, dus ik vind de coverage inderdaad heel erg goed, want ik vind hem ook niet heel erg droog. Dus ik vind dat je hem mooi gewoon, dat hij mooi in de huid gaat, ziet hem niet heel erg op je eigen foundation zitten. Ja, voelt goed aan. Yep. Dus ik wil hem even snel afpoederen voordat hij echt begint te creasen. Had dit nou een geur? Deze zou naar, wat was het nou, cotton candy of zo ruiken? Of iets anders? Maar wat ik heel erg handig vind is dat hier zit een opening op. Die kan je open maken en dicht. En dat is fijn, zodat je poeder niet alle kanten opvliegt. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik normaal nooit losse poeders gebruik. Ik weet niet of jij dat wel doet? Ja. Oh, ik heb altijd zoiets van, dat gaat alle kanten op, dat wordt een zooitje. Oh, dat ruikt echt naar suikerspin. Lekker, maar niet zeg maar chemisch of zo? Ook niet, nee, helemaal maar wel niet chemisch. Echt lekker. Echt cotton candy. Ik wou ook niet verwachten dat het zo erg aanwezig zou zijn. Normaal, ik ben niet zeg maar super van het moet een geurtje hebben, maar ik vind dit wel echt heel erg lekker. Wij hebben dus de kleur beige genomen. Oké, je hebt eigenlijk echt heel weinig nodig, hè? Want wat ik net heb gepakt is volgens mij voldoende voor mijn hele hoofd. Ik moet zeggen dat ik er wel heel erg blij mee ben hoe het eruit ziet. En het matteert heel erg en ook gewoon in combinatie met de concealer. Ik geef deze ook weer. Ik ben wel tevreden, ja. Zo, nou, onze basis zit erop, dus we gaan heel eventjes nog een bronzertje aanbrengen voor net iets meer kleur op de rest van ons gezicht. Doen we eventjes off-camera en dan komen we zo bij je terug en dan gaan we beginnen met het Conspiracy Palette. En deze zit echt vol met alle kleuren, dat zeiden we net al, maar we laten het nu ook nog eventjes iets beter aan je zien. En als je dus kijkt, dan zul je zien dat de bovenste rij is best wel neutraal. De middelste rij, die is best wel kleurrijk. En die onderste. Ja, die vind ik wat meer voor in de avond. Wat meer donkere, warme kleuren. Daar kan je hele mooie, denk ik, smoky looks mee maken. Ja. Ook perfect voor de feestdagen, denk ik, die er aankomen. Neig wel heel erg natuurlijk naar de neutrale kleurtjes. Maar ik vind cheese dus, dat is een hele mooie oranje kleur. Die vind ik ook wel echt heel erg gaaf. Oké, laten we gewoon gaan beginnen met aanbrengen. En ben heel erg benieuwd. Ik zit te kijken naar Conspiracy. Ik ga hem aanraken, ja? Dat wordt de eerste. Ik ga het gewoon doen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ga het gewoon doen en alsnog niet aanraken. Zal ik het gewoon doen? Conspiracy. Die is wel echt holy heel mooi. Fuck. Wat ga ik ermee doen? Oké, zoals ik net al zei, ik ben natuurlijk geen beauty guru. En ik ben dus, ik hoop niet dat mensen nu gaan gillen en zo. Maar ik hou ervan om in ieder geval de basis aan te brengen met mijn vinger. En dan de rest te blenden met een kwastje. Moet ik ook nog even wat swatchen, jongens? Ja, wil jij cheese dus swatchen? Ja, ik zat hetzelfde te denken. Die ga ik gewoon doen.
Wow. Wow. Oh, dat vind ik een hele mooie kleur. Dit is echt een perfecte herfstkleur. Ja. Wil je anders Just a Theory ook swatchen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wow. Die is mooi. Die is echt heel mooi. Het is een soort van koper. Ja. Nee, maar niet echt een koper. Goede kleurbeschrijving. Ik weet niet hoe ik deze kleur moet uitleggen, maar hij is heel warm. Beetje roze. Beetje roze, zeker, ja. Ik ga Not Effect even swatchen. Want ik denk dat ik die ook wel heel erg mooi vind om straks te gebruiken. Holy shit. Wauw, hij is echt goed. Holy shit. Deze is volgens mij echt super donker. Oeh. Oh, die is ook wel heel herfstig ergens, toch? It's time to play. Time to play. Time to play. Ik ga Tenacon over mijn hele ooglid doen. Ja, dat wil ik ook gaan doen. Daar begin ik eventjes mee. Dit is een hele mooie kleur. Ja. Dit is er denk ik eentje die we heel vaak dagelijks gaan gebruiken. Ja, zeker. Dit is echt een hele makkelijke kleur. Die gooi je er eventjes op als je ook gewoon haast hebt, zeg maar. Wat? Ja, deze kleur vind ik echt wel heel mooi. Ik ga een beetje spelen met kleuren. Ik weet nog niet wat er van gaat komen, maar het kan spannend worden. Dus ik begin gewoon met Conspiracy. En ik breng een beetje van de Cheese Dust aan. Om het nog ietsje warmer te maken. Maar daar heb je echt maar een klein beetje van nodig, zie ik. Al die Cheese Dust heb je echt maar een heel klein beetje voor nodig. Je ziet hem heel goed zitten, toch? Dus op je, waar heb je die aan gedaan? Een beetje aan de buitenkant, ja. Ja, ik vind het dus heel spannend wel, moet ik eerlijk toegeven, om nu een kleurtje te pakken die wat donker is. Omdat ik dus al heb gezien dat het pigment zo heftig is. Maar we gaan het toch even proberen. Wat ben ik aan het doen? Ik ben echt dingen... Dan ben ik deze video met jullie aan het opnemen en dan ga ik ineens andere dingen doen met make-up die ik nog nooit eerder heb gedaan. Oh my god. Maar deze kleur is serieus zo mooi. Ik ben die Conspiracy in het midden aan het doen. Ik moet natuurlijk ook aan de onderkant even wat kleurtjes gaan doen. Waar ben ik aan begonnen? Oh, dat is zo... Oh, dat is zo paars. Ik ben dus eigenlijk normaal iemand van echt lekker neutraal. Ja. Lekker simpel. Maar ik dacht nu, ja, laten we even wild doen. Laat ik gewoon even de effecten bij pakken. Maar de kleur, kijk, dit gaat gewoon goed komen. Ja. Je moet gewoon soms een beetje vertrouwen op jezelf. Het wordt dat ook altijd eerst gewoon een beetje spannend. En dan komt het ineens samen. En voor de onderkant doe ik een combo tussen Tenacon en Diet Root Beer. Om hem net iets donkerder te maken. Ik denk dat het wel heel mooi is aan de onderkant. Ik zie nu wel echt dat de kleuren allemaal heel goed bij elkaar passen. Vind je niet? Ja. Als je ze... Nou ja, ik heb maar twee kleuren op mijn oog op dit moment. Maar zelfs nu ik eigenlijk gewoon één paars ooglid heb. Vind ik het al heel erg mooi staan bij die wat bruinere kleuren. Ja, ze zijn echt wel heel gepigmenteerd, joh. Ja, dat heb ik gemerkt. Nou, dit is gewoon... Ik zie gewoon, zeg maar, bomen en gekleurde blaadjes. Dat is precies wat ik op mijn ogen heb nu. Kijk dan. Ja, Liz, het is herfstig. Kijk naar mijn ogen. Oh, ja. En dan daar. Ik heb geen lens. Ik wijs... Oh, oké. Okay. Maar ik wijs zeg maar achter jullie zie ik bomen met gekleurde blaadjes. Maar dit staat echt super mooi bij je groene ogen. Ja. Dat moet ik toegeven. En ik vind zelf paars altijd bij bruin heel mooi staan. Ja. Ik ben heel erg kijk, benieuwd naar het eindresultaat straks. Ik heb hier wel een klein beetje last van fallout op mijn gezicht. Je hebt ook wel een klein beetje in de pan. Ik had het al wel gezien bij Jeffree Star op de stories dat dat zou gebeuren. Dus ik ben niet verrast. En ik vind het eerlijk gezegd niet erg, want ik heb dat eigenlijk bij al mijn paletten die ik thuis heb, eigenlijk altijd. Ja. Nou, we hebben onze oogschaduws erop zitten. Het zijn echt hele toch verschillende looks geworden. Mm-hmm. En ik ben hier al gekomen met mascara op, dus bij mij is het al gefixt. Maar Tara gaat eventjes haar mascara aanbrengen om het helemaal compleet te maken. Nou, dit zijn onze looks geworden. Ik ben begonnen met een hele mooie basis van Tenacon. En daarna ben ik aan de gang gegaan met de oranje kleur en Cheese Dust. En ik heb in de hoekjes van mijn ogen Conspiracy aangebracht. Dat is een hele mooie, een beetje groene, gouden kleur. En dan onder mijn oog heb ik een combinatie gedaan van Tenacon en Diet Root Beer. Om hem net ietsje warmer te maken. Op het wenkbrauwbod heb ik Ranch aangebracht. Dat is een hele mooie lichte kleur. Nou, ik ben voor hele andere kleuren gegaan. Ik heb in mijn ooghoek en de binnenkant van mijn ooghoek Conspiracy zitten. Dat is een beetje die gouden kleur. Dan heb ik Not Effect, dat is die paarse kleur, over mijn gehele ooglid eigenlijk praktisch aangebracht. En ik heb de boel iets warmer gemaakt met Diet Root Beer. Dat is een beetje een bruine kleur. En ook met Just a Theory. En die geeft hem wat extra sparkles. Allebei heel erg herfstig, heel erg warm. Ja. En ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. Het enige wat ik denk ik nu nog mis is een kleine highlighter op onze jukbeenderen. Ja. Dus ik vraag me af of Just a Theory daar ook heel erg geschikt voor is. Doe echt...
Oké, dat was wel iets. Wel heel weinig, hè? Was nee, moet je kijken hoeveel het is. Ik heb mijn lens niet in. Oh. ik tik heel veel, een klein beetje eraf. Ja, in principe is het natuurlijk geen highlighter, maar dat... Nee, maar het kan goed, hoor. Oh, kijk eens. Oh, is mooi. Ja. Ik weet nu al welke kleur als eerste opgaat. Oh, ik had trouwens ook een beetje ranch hierboven op mijn bovenlip gedaan. Ja, want wij hebben trouwens dus helemaal geen lipproducten. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wilde heel graag Shane Gloss in. Maar die was echt al meteen uitverkocht. En van de andere kleuren, ik heb eigenlijk al best wel veel mooie rode lipsticks. Echt veel te veel. En de andere waren metallics. Dat vind ik niet helemaal mijn stijl. Ja. Maar ik dacht, die lipgloss, als die weer gaat restocken, dan ga ik die sowieso halen, denk ik. Ja, het is echt mooi. Dat vind ik echt een hele mooie kleur. Je moet er gewoon niet te veel van maar pakken. Maar dat is lastig, want die kleur vinden we mooi voor op ons oog. Maar die vinden we ook mooi voor op onze wang. Ja, maar dat vind ik dus die juist gaat heel erg... Oh ja, ja. Nee, wat je zegt. Want dat vind ik dus echt heel erg leuk. Maar wat je zegt inderdaad, dan gaan die misschien wel sneller pollen. Oh, hij is heel mooi, ja. Ja. Hij is een beetje peachy of zo. Ja. Dus hij is heel warm. Past er heel goed bij. Ook shine echt mooi, kun je het zien? Ik moet zeggen dat ik wel echt excited ben over de palet. Ik ben dus niet iemand die echt super crazy gaat met kleuren. Maar ik denk dat ik het wel heel erg leuk vind om hiermee te experimenteren. Mm-hmm. Want ik schrok heel erg van het pigment van de paarse kleur. Ja. Maar uiteindelijk, wat ik er nu van heb gemaakt, vind ik nog best wel draagbaar. Ja, het is zeker. Zeg maar opvallend, maar wel warm. Maar ook tegelijkertijd wel feestelijk, vind ik. Dus daar, onze first impression van de Shane Dawson / Jeffree Star Cosmetics samenwerking collab. Wat vinden we ervan? Ja, ik ben heel enthousiast. Ik vind het zo grappig om dit nu dan in het echt te zien. Dat is echt weer een hele andere ervaring. Ik vind dat de oogschaduw eigenlijk veel mooier overkomt nog dan op beeld. Mm-hmm. En de producten zijn dus ook groter, net als deze spiegel. Ik vind het zo grappig dat ik hem nu heb. Hi, how are ya? Of hoe gaat het ook? Ja, toch? Hallo, how are ya? Welkom in een nieuwe video. Gaan we dat dan nu voortaan doen? Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik ben ook wel heel erg te spreken over de concealers. Ik vind dat het heel erg mooi, mooi uitziet. Ja, de substantie of zeg maar de formule van de concealer is ook gewoon heel erg fijn. Lekker creamy, maar glijdt er niet vanaf. Heeft heel veel dekking, ziet er gewoon mooi uit op de huid. Dus dat is heel erg top. En kunnen we nog heel eventjes het hebben over de geur van deze poeder. We hadden het al wel gehoord in video's dat hij gewoon lekker ruikt. Maar ik had niet verwacht dat hij zo lekker zou ruiken. Gewoon niet chemisch, maar gewoon echt cotton candy. Maar dan gewoon lekker. Ik ben over alles echt gewoon heel erg te spreken. Het ziet er gewoon mooi uit. Voelt allemaal gewoon goed aan. En dat is ook precies wat Jeffree in de video's ook liet weten. Van. Het voelt ook allemaal gewoon luxe aan en kwalitatief. En ik kan alleen maar zeggen, dat is gewoon waar. Ja, ik vind het ook echt zo'n meerwaarde dat ze zo diep in die serie zijn gegaan om alles te laten zien. Want daardoor heb je eigenlijk nog wat meer respect voor alles. Ja. En is een product ook wel gewoon niet alleen maar een product. Maar je ziet gewoon hoe dat samen is gekomen. Dat is echt... Echt heel vet. Ja, en ik denk wel dat we er samen over eens zijn dat er kleuren ook in het palet zitten die wij waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Jij zei het net ook al. Ja. Maar tegelijkertijd snap ik wel gewoon waarom ze dat hebben gedaan. Want anders wordt het gewoon weer een neutral palet. En dat is gewoon niet heel erg spannend. Dus ja, wie weet komt er in één keer een soort van feestje waarbij we wel felle kleurtjes nodig hebben. En dan heb je het dus wel. En er zitten voldoende kleuren in. Hebben we nu ook gewoon gezien. Die echt gewoon voor ons heel erg geschikt zijn. Die we leuk vinden om te gebruiken. En ja, kunnen we onze neutrale lookjes, zoals we vandaag ook hebben gedaan, net ietsje anders maken. Toch? Ja. Dus wij zijn heel erg enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie dus ook het palet of iets anders van de collectie heeft besteld. En of jullie überhaupt de hele series hebben gezien. Wij zijn echt gewoon fangirls. Dus ik vind het super leuk dat we het binnen hebben ook zo snel. En dat we deze video nu aan het maken zijn. Ik vind het gewoon leuk. Helemaal happy. Dus ik zou zeggen, geef ons zeker eventjes een duimpje omhoog als je deze first impression en unboxing video leuk vond om te zien op ons kanaal. Laat eventjes wat gezelligs achter in de comments. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Bye!